بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بست ماسي لكم بستختين الجبا zoals jullie kunnen zien op de achtergrond de moskee waar de profeet sallallahu alaihi wasallam ook ligt. Daar bij de groene koepel daaronder ligt de profeet sallallahu alaihi wasallam samen met Abu Bakr en Umar radiyallahu anhu. Khair inshallah, beste mensen. Het is 3:00 s'nachts en ik wil met jullie met boodschap delen. Jullie mogen gerust weten dat ik niet heb kunnen slapen omdat ik in mijn bed zat te piekeren. Waarom ga ik jullie nu uitleggen? Zoals jullie hebben gezien, gisteren is een video rondgegaan van de broeder Rahimullah die overleden is. Hebben jullie gevraagd om inzameling, alhamdulillah. En ik kan jullie vertellen, beste mensen, dat het volledige bedrag, alhamdulillah, binnen is. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, beste mensen, is dat er kort daarna nog een broeder overleden is die ook geen familieleden heeft, subhanallah, en ook niet verzekerd is. Nu zullen jullie gaan vragen van subhanallah, hoe komt dit nou? Beste mensen, u moet weten dat er heel veel mensen in Nederland wonen, uit Syrië, uit Irak, uit Pakistan, allemaal vluchtelingen meestal zijn, en die naar Nederland zijn gekomen eigenlijk naar Nederland zijn gegaan om veiligheid te zoeken. En deze mensen hebben meestal geen familieleden. En laat staan zo'n verzekering, subhanallah. En deze mensen komen we de laatste tijd vaak tegen die komen te overlijden, omdat ze al niet zo lang in Nederland wonen. Dus vandaar dat we dan ook altijd jullie om hulp vragen als er iemand komt te overlijden die geen familieleden heeft. Ze kunnen ook niet naar het land van herkomst, omdat het gewoon niet gaat. Omdat de overleden niet meestal geaccepteerd wordt of omdat het gebied onveilig is. En dit is ook het geval bij deze broeders, subhanallah. Dus daarom zeg ik, beste broeders en zusters, ja, ik moet jullie weer om hulp vragen, waar ik geloof ik om. Het is een broeder van ons die al een paar dagen ook overleden was thuis. Zelfs een ongeluk is gebeurd. Ik heb gehoord dat de broeder brandwonden heeft opgelopen. En subhanallah, ik wil ook niet te veel privé dingen naar buiten brengen uit respect voor de overledenen. Maar waar het voor mij om gaat en wat voor mij de belangrijkste is, is dat wij als umma hem zo snel mogelijk moeten begraven. Dat is onze plicht ook. En dat probeer ik ook samen met jullie te delen. En wij moeten kijken ook naar dit soort zaken. Het is een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala dat Allah subhanahu wa ta'ala ons keer op keer de gelegenheid geeft om hasanat te verdienen. Zo moeten we het ook zien. En je moet het ook zien als een sadaqa jariya. Want wij kopen een stukje grond en dan blijft diegene eeuwig daarom, eeuwig tot de yawm al-qiyamah. Dus dit is echt eigenlijk een sadaqa jariya wat je koopt, subhanallah, waar je voor doneert. Beste mensen. Dus twijfel daar absoluut niet in. Het is echt een sadaqa jariya, beste mensen. Dus laten we weer opstaan met z'n allen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala doneren. Ook al is het maar een euro, beste mensen. Ik weet dat ik vervelend nu ben, maar daarom kon ik er niet van slapen. Ik dacht, hoe moet ik dit naar buiten brengen? Dus laten we omwille van Allah subhanahu wa ta'ala doneren. En we zitten niet subhanallah met twee overleden, we zitten ook met een derde, een vrouw, een Marokkaanse vrouw. Maar Geer, daar ben ik mee bezig, al 2 dagen, met de politie die ook zeg maar onderzoek verricht hoe zij is komen te overlijden. Maar daar ga ik ook niet te veel naar buiten brengen. Ze is nog bij de politie voor onderzoek, maar zodra zij wordt vrijgegeven worden wij gebeld en kunnen we haar ophalen. Maar dan vanuit inshallah zullen we inshallah bidnillah geen inzameling hoeft te verrichten, omdat we op de Marokkaanse consulaat rekenen en verwachten natuurlijk. Maar het gaat nu om deze broeders. De tweede broeder, waar ik geloof ik om, beste mensen, nogmaals, doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Deel deze video ook en laten we opstaan, want wij zijn echt hier verantwoordelijk voor. Op de dag des oordeels zal deze broeder ook getuige voor ons zijn. En
wat ik al keer op keer zeg, beste broeders en zusters. Wie een broeder of zusters zijn moeilijkheden verhelpt, dat zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam trouwens, niet ik. Maar wie de moeilijkheden van zijn broeder of zuster in dunya verhelpt, Allah subhanahu wa ta'ala zal yawm al-qiyamah zijn moeilijkheden verhelpen. Dus beste mensen, Allah, ik heb echt de moeite genomen en de kracht genomen om deze video met jullie te maken, omdat ik er niet van kon slapen. Het enige wat jullie hoeven te doen, nogmaals, wij moeten het meeste werk doen. Wij moeten alle papierwerk in orde maken. En echt van A tot Z, het enige wat jullie hoeven te doen, is alleen maar te doneren en het du'a te doen. Dat is wat jullie hoeven te doen, beste broeders en zusters. Dus barakallahu fikum, doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om het van ons allemaal te accepteren en het te laten zwaar wegen op onze weegschaal, yawm al-qiyama. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allemaal rijkelijk te belonen. Allahumma ameen. Laten we weer zien dat we één umma zijn. Want jullie hebben al keer op keer laten zien dat wij nog een eenheid zijn. En dat er nog heel veel goeds in de umma zit, beste mensen. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh ja, en om natuurlijk niet te vergeten, we willen ze aanstaande donderdag, willen we deze twee broeders in Almere begraven, eeuwgraf. Aanstaande donderdag al, dus morgen. Dus als het bedrag binnen is van de tweede broeder, gaan we ze morgen al begraven. Bi idnillah. Barakallahu fikum.